Dit zijn de resten van een politieauto. Dit zijn dus inderdaad. Wat een slagveld, die jongens. De politie heeft dus echt de auto's achter moeten laten. Die heeft moeten kiezen voor de eigen veiligheid. Die heeft ons achter moeten laten. Omdat het hier toch in de heet van de strijd te grimmig werd.